Het eerste weekend van de bouwvak is elk jaar flink aanpoten voor luchthavens die op de zon vliegen. Op Schiphol was het vandaag wel de drukste dag ooit, zo zei de luchthaven. Hier op Eindhoven Airport valt het nu nog wel mee, maar vanochtend was het hier ook over de koppen lopen. Druk tot zeer druk, zei het vliegveld zelf. Nou, hoe komt dat nou? Mensen die een reis boeken op internet, die denken er vaak niet bij na over hoe druk het dan is in de terminal. Nee, niet bij stil gaan staan. Maar er ook geen andere mogelijkheid. Goedemorgen. Waar gaat de reis naartoe? Naar Milaan Bergamo. Naar Barcelona. Naar Barcelona. Ja. Het is vandaag een van de drukste dagen van het jaar op Eindhoven Airport. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ga wel wat eerder weg. We hebben nu op tijd weggegaan. Want we lopen altijd achter, zo ook nu. We hebben eigenlijk best wel haast. In de komende jaren vliegen er alleen nog maar meer haastige passagiers via Eindhoven Airport. De luchthaven wil verder uitbreiden. Die plannen werden eerder dit jaar gepresenteerd. En per jaar lopen er dan 1,6 miljoen passagiers meer rond. Heel anders dan nu. Lekker rustig. Nooit geen kabalen of wat dan ook. Nee, dan vind ik het in Amsterdam anders als hier. Maar Eindhoven Airport wil uitbreiden. Ja. Meer, miljoenen mensen per jaar meer. Gaat dat iets veranderen? Dan zal er wel iets gaan veranderen, denk ik. Maar voor de meeste reizigers geldt... De vlucht is het belangrijkste. Hoe kom ik het best op mijn bestemming? Als het van Eindhoven is, is het goed. Als het van Düsseldorf is, is het ook goed. Ja. Maar voor ons gaat dat niet uit. Fijne reis. Alsjeblieft.